Wim de Bie, bericht uit het Laagveen vanuit de bunker van de Bie. Nou, eens even denken. Fruit heb ik nog. Nog één karnemelk. Ja, die moet nog bij. Zo. Nou, dan heb ik het geloof ik wel voor 2 dagen. Groente is er, fruit is er. Neem ik nou nog iets typisch voor de Pasen? Chocolade-eitje. Gewoon voor het sentiment, was nou een Pasen zonder eitjes. Ik neem 1 zakje. Chocolade-eitjes hadden we thuis toch ook altijd. Melk. Het maakt mij niet uit. Ik neem een melk. En ik neem een puur. Assortie. Is dat van alles wat? Nou, dat neem ik. Dan neem ik 1 assortie. Dan gaat de puur gaat terug. En dan gaat de melk ook terug. Chocolademousse. Karamel ook. Advocaateitjes. Ja, dat is echt. Dat is Pasen. Ik neem er ook nog een advocaat. Ja, advocaateitjes. Walnooteitjes. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg lekker. Voor de tweede paasdag. Walnooteitjes. De praliné assortie. En de praliné crunch. Praliné crunch. Neem ik ook. Ga ik proberen. Dat is iets nieuws zeker. Cappuccino. Cappuccino eitjes. Dat is wel fantastisch, hè. Neem ik ook. Nou, dan heb ik het geloof ik wel. Ja, oké. Hé? Nog meer eitjes? Goddallemachtig. Jeetje. Dat is ook praliné. Praliné met hele hazelnoot. Ik heb dus al walnoot. Dan neem ik praliné met hele hazelnoot. Assortie. Ja, moet ik hebben. Is ook cappuccino. Maar dat zijn toch andere eitjes? Wacht eens even. Deze zijn toch anders dan aan de andere kant? Wacht even hoor. Even kijken. Waar is de cappuccino? Hier is de cappuccino. Dit zijn veel kleinere eitjes. 3,99 deze. Dat zijn die grote. En eens even nog naar de kleintjes kijken. Sorry. Even naar de kleintjes kijken. Cappuccino. Ook 3,99. Ja, zie je, dan zit ik dus goed met die grote, maar dat zijn er natuurlijk veel minder. Nou, dan neem ik ook deze kleintjes. Nou, nu ben ik er wel. Wat een machtig. Hè? Wat hebben we hier dan nog? Scharreleitjes. Scharreleitjes van chocola. Maar is dat niet fantastisch? Nou, die neem ik zeker. Dan neem ik er 3 van. Dan zet ik melkeitjes. Dan zet ik de melkeitjes zet ik terug. Dan neem ik nog een extra scharreleitje. Ik geloof dat ik er ben. Daar kom ik de paasdagen wel mee door.
2 uur onderweg voor de boodschappen. Maar is de moeite waard, want dit buitenwonen bevalt mij prima. Even korte inhoud van het voorafgaande. Ik woon hier midden in een gebied van natuurmonumenten, waar ze een nieuwe moerascultuur aan het kweken zijn. En ik mag in deze oude bunker verblijven, oorspronkelijk een observatiehut voor biologen, om er aan mijn boek te werken. En dat werkt. Even helemaal niks anders aan je kop. Even helemaal concentreren op het boek. Ik heb al 25 pagina's. Het thema blijft ook recht overeind. Ik heb, daar gaat dit boek over, een identieke, eeneiige tweelingbroer. Hoe is het als je een tweelingbroer hebt die dezelfde genen heeft, maar toch totaal van jou verschilt? Mag ik u wat vragen? U weet dat uw broer Wim een roman over u aan het schrijven is? Ja, dat weet ik. Zeer hinderlijk. Word ik de hele week mee lastiggevallen. Dan zeggen, Alex, je broer gaat een boekje over je open doen. Zeer hinderlijk. Maar u bent toch al uw hele leven de tweelingbroer van Wim? Ja, dat is ook al heel lang heel vervelend. Hè? Dat ze zeggen van de Bie, bent u familie van Wim de Bie? Tot nu toe kon ik zeggen van nee, absoluut geen familie. Maar nu word ik met naam en toenaam op de televisie genoemd. Dat is heel lastig en heel vervelend. Maar u gaat dus stappen ondernemen? Bij de advocaten onderzoeken op dit moment 2 opties. 1. Kan mijn broer Wim zomaar over mijn leven beschikken om daar een roman over te schrijven? 2. Mag een publieke omroep reclame maken voor een boek dat nota bene nog geschreven moet worden? Ja? Ik kan u 1 ding zeggen. Het staat er niet best voor met mijn broer Wim. En Lex beende met woedende passen naar zijn voordeur. Ja, dat is het leuke van dit tweelingenthema. Hè? Je schrijft fictie die tegelijk autobiografisch is. We zijn even oud, dezelfde jeugd gehad, dezelfde lagere school, dezelfde middelbare school. Ja, toen zijn we een beetje uit elkaar gegroeid. Nu ben ik schrijver en mijn broer noemt zich optiemakelaar. Of is dat min of meer hetzelfde? Nou, u kent hem allemaal wel. Groot succes. En dan zijn er met deze Pasen zeker weer een paar 100.000 van verkocht. En u verdient eraan? Nou, in die zin dat ik niets te maken heb met de fabrikage, maar toch ongeveer een dubbeltje per tulp incasseer. Dat heeft te maken met het feit dat die opblaasbaar is. Ik heb dus een optie op alles wat opblaasbaar is. Ik voorzag namelijk zo'n 20 jaar geleden al dat er heel veel zou worden opgeblazen. U herinnert zich die opblaasbare stoelen? Heb ik niet bedacht, maar ik had wel een optie, een claim zeg maar, op het opblaasbare karakter. Dit is een leuke moderne variant. Opblaasbaar kinderzitje van de Teletubbies. Groot succes. Had u ook een optie op ballonnen? De feestballon? Nee, helaas niet. Nee, dat is een evenoud erfgoed en rechtenvrij. Maar verder, als men wat wil opblazen, dan moet men bij mij langs. En er is heel veel opgeblazen. Ik noem de siersterren en de schilderijlijstjes. Een groot tirage de opblaasbare tassen. Hele leuke variant is deze bloem. Opblazen, zuignap, in de badrand en men kan heerlijk met het hoofd steunen in het bad. Tamira, dan hebben wij nog de opblaasbare klokken, wand- en tafelmodel. Ah, Tamira, yes please. Will you bring us the coffee? Koffie, heren, ja? Goed. Anders ligt het bij de prullenmanden, dat is het grootste opblaassucces. Hierin participeer ik voor 67% in de fabrikage. Laten wij maken in India. Dat is ook het land waar ik toen mijn vrouw heb leren kennen, begrijpt u wel? Ah, daar is Tamira met de koffie. Heerlijk. Thank you very much. Yes. Haven't you forgotten something? The eggs? The Easter eggs. De paaseitjes. Natuurlijk heel moeilijk voor mijn vrouw. Komt uit een ver land. En moet dan het onderscheid tellen tussen kerstkransjes en paaseitjes. Is natuurlijk moeilijk. Die eggs. Nou mensen, ze staan ervoor. Neem een eitje. Tamira, take an egg yourself. But don't eat too much eggs. Because I don't like a fat Tamira. Yes. Wij lachen gelukkig samen heel wat af. Vanmorgen nog in het bad. Ik heb namelijk voor Tamira gekocht een
opblaasbare paashazenbadmuts. Show us your bunny cap, Tamira, please. Yes. Isn't it funny? Isn't it great? Great. Tamira's gezicht sprak boekdelen. Ja, en later blijkt dan natuurlijk dat Lex schatrijk is geworden omdat hij al in 1970 een optie heeft genomen op opblaasbare sekspoppen. En dat is een infame leugen. Ik heb niets te maken met de seksindustrie. Sterker nog, ik heb in mijn hele leven nog nooit een vrouw opgeblazen. Niet één. Oké, neem ik terug. Niet goed, te makkelijk, te goedkoop ook. En die opblaasopties van Lex, die zijn ook te symbolisch. Dat is niet goed. Wat doet Lex nog meer? Zit hij in de huizenbouw? Niet als makelaar of architect. Moet wel bij die opties blijven. Toen men in de jaren 70 overal van die lage poppenhuisjes ging bouwen in die Madurodamwijkjes. Toen heb ik gedacht, Lex, ruik je kans, over 20 jaar gaat dat allemaal weer de hoogte in. Wat heb ik gedaan? Ik heb overal in het land hoogteopties genomen. Dat wil zeggen, wil men bouwen, zoals hier aan de rand van het IJmeer, hoger dan 15 meter, dan moet men eerst bij mij langs in verband met die hoogteclaim. Ja, en dat is soms wel even slikken voor de omwonenden. Voor alle mensen die genieten hier van de natuur, het wordt volkomen verpest. Ja, maar als je van Amsterdam, als je de drie hebt, dan komen er ook 20. Almere is niet te stuiten. En als je van Amsterdam wil gaan zeilen, dan kom je gewoon in de Bijlmer terecht. Dan ben je weer terug in de stad. En die mensen in het haventje, die kunnen niet eens meer goed daar mee aanmeren. En wat het belachelijke ook is, is er wordt geadverteerd met de wijdheid en openheid van het landschap. Daarmee wordt geadverteerd. Dat hebben wij hier nu en daar zitten wij ook nu niet op te wachten. Nee, maar als ik dat landschap nu zo zie en ik zie dat kleine streepje daar aan die horizon, dan heb ik het gevoel, ja, dat is niet helemaal af. Hè? Ja, je hebt daar dus een horizontale lijn en daar zou toch een verticale lijn niet in misstaan. Wat is dat nou? Je hebt dan toch nog wijsheid genoeg over. Ja, maar het is geen in België en kijk dan eens naar die kust. Het punt is, u hebt verzuimd een uitzichtoptie te nemen. Als u zo gesteld bent op uw uitzicht, dan had u dat moeten beschermen. Dan had u moeten zeggen, dan neem ik een claim, dan neem ik een optie. Er mag niets gebeuren aan dat uitzicht. Ik kan u wel een uitzichtoptie verzorgen. Dat u zegt, wij gaan daar nog wat aan doen. Zeg het maar, ik kan daarvoor zorgen. Een beetje af te knappen op dat woord optie. Mijn broer gebruikt het te vaak. Op iedere pagina 3-4 keer. Niet goed. En de hele week op tv al die NAVO-woordvoerders. En Milosevic heeft nog maar één optie. Er moet een moderner woord zijn voor optie. Spin-off. Naast het optiebeheer ben ik actief betrokken bij de zogenaamde spin-off ontwikkeling. Wat is een spin-off? Wat is een spin-off? Een spin-off is een creatief, hopelijk winstgevend nevenproduct. Maar hoe leg ik u dat uit? Ja, dit is een chocolade-eitje. Ja. Dit is nog een eitje, andere smaak. En dit is nog een eitje met een andere smaak. Dit zijn varianten op het chocolade-eitje. Maar dit is een scharrelchocolade-eitje. Kijk, dat is een spin-off. Hier worden op een creatieve wijze twee niet-sporende elementen bijeengebracht. Dus scharrelchocolade-eitje. En daar heb ik een spin-off-optie opgenomen. Het succes Pasen 99. Het is een kwestie van even doorklikken met die muis in je kop. Zijn er nog meer voorbeelden van succesvolle spin-offs? Met Pasen qua muziek, dat is natuurlijk de Matthäus-passion. U hebt gehoord van de meezing Matthäus, dat iedereen kan komen meezingen in kerk of zaal. Wel nu, ik heb ontwikkeld de karaoke Matthäus. Een zuiver instrumentale versie. En men kan thuis lekker meeblaren. Even doorklikken hier. Ja. Wat kunnen we in de toekomst nog aan spin-offs verwachten?
Ja, de oorlog in Joegoslavië zal een stroom van spin-offs op gang brengen. Ik heb bijvoorbeeld een optie genomen op het bouwpakket van de Stealth-bommenwerper. En nou is het leuke dat je die Stealth, kijk zoals die hier ligt, helemaal niet meer in elkaar hoeft te zetten. Dit is een neergestorte Stealth-bommenwerper. Ik heb een optie op de Hollandse F-16 en ik lever hier kleine MIG-plak. Plaatjes bij. Spin-off, begrijpt u. Maar de grote spin-off doorbraak zit er natuurlijk in de speelgoed soldaatjes. Kijk, eindelijk zijn we verlost van die eeuwige Duitse soldaatjes. Ik heb er hier enkele honderdduizenden in optie genomen. Kijk, dit is een ongekleurde vijand. Maar als die grondoorlog eenmaal losbarst, kunnen we die Servisch inkleuren. Dat weten we nog niet. Mensen, trek in een glaasje. Het is wel tijd. Tanieren! No, 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 Tanira. Don't eat an egg. How many eggs did you eat today? The appointment was 10 eggs. 20, 15 eggs a day? No. No. No, no, no. Chocolate makes fat. It's for your own good. Sorry hoor, dit moest even. Anders zit ik straks weer met een moddervette vrouw. Zij was immers alweer zijn vierde vrouw. Ja, en zo komt dus de oorlog het boek binnen. Engagement in de literatuur. Oppassen, uitkijken, gevaarlijk. Mooi weerspelen met de ellende van anderen. En er is al ijdel tuiterij genoeg. Al die generaals BD op tv. Gezien hoe generaal Cousy er nu bij zit. Oh, wat mist die man zijn uniform. Maar ik kreeg daarnet wel een heel raar idee. Stel nou eens dat mijn tweelingbroer Lex generaal zou zijn geworden. Meteen even proberen. Creatieve vrijheid. Die morgen kreeg Lex een camerateam van twee vandaag op bezoek. Wat vindt u van de drie gevangen genomen Amerikaanse piloten? Dat is een zeer ernstige zaak. Ik heb zelf een ervaring van 30 jaar als oorlogsvlieger, dus ik weet waarover ik praat. U was oorlogsvlieger. In welke oorlog was dat? De Koude. En zelfs in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog ben ik nimmer in handen gevallen van de vijand. Ja, je keek wel uit. En daartoe was je ook opgeleid. Ik heb duizenden vluchten gemaakt in de Koude Oorlog zonder ooit in handen te zijn gevallen van de vijand. En daarom vlogen wij ook bij voorkeur boven de Waddeneilanden, boven de Noordzee, omdat je probeerde dat contact met die vijand niet uit te lokken. Wat gaat er nu door u heen als u die Amerikanen op de tv ziet? Woede en teleurstelling. In de eerste plaats zijn ze te dicht in de buurt van de vijand gekomen, dat is duidelijk. In de tweede plaats, ze praten. Ik zie ze op tv babbelen. En ik heb geleerd in mijn opleiding, Rescue and Escape, dat je uitsluitend je naam en je nummer mag zeggen. Regel van Genève. Dus ik vind wel dat als die kerels hieruit komen, dat ze thuis, in Amerika dus, voor de krijgsraad dienen te verschijnen. Auw, gewoon spierpijn van het bellen. Ik heb een paasduim. Ik heb een muisarm met paasduim. Ik stop ermee. Klaar. Nee, ik moet toch nog eens een nachtje slapen over die toekomst van Lex. Over de oorlog schrijven. Stuit me toch tegen de borst. Zoals ik ook helemaal niet hou van incorrecte grappen. Ik kan het woord bubbelbad niet meer horen. Er zijn toch door die bacterie ruim 20 mensen doodgegaan. Grappen over de oorlog. Mooi gaan zitten doen over die vluchtelingen. Terwijl ik kotsmisselijk van de chocola ben, dat kan niet. Maar let op de kunstenaars. Ja, binnenkort verschijnt de eerste kunst geïnspireerd door het Joegoslavië-thema. En om ze nou allemaal voor te zijn, heb ik al een kunstwerk vervaardigd. En de tentoonstelling hierboven op het uitkijktorentje werd een uur geleden geopend. Kunstwerk, ik weet het niet. Het is iets dat ik heb gemaakt. Ik ben
geen beeldend kunstenaar. Of, nou ja, vanmiddag dacht ik, ik maak iets, een beeld, een installatie. Het is een installatie samengesteld uit alle componenten van dingen die we vanavond in de uitzending hebben gezien. En dat tot een beeld gemaakt dat je op verschillende manieren kan uitleggen, maar wel afgezet tegen het schrijnende van de tijd. En ja, nou ja, nou, u moet het gewoon zien en dan ja, op je in laten werken. Als u wilt weten hoe deze telefoon klinkt, bel mij dan nu en word lid.